Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2017 met Bliefjes. En dames en heren, vandaag gaan wij op een hele oude route rijden. De Isle of Wrath route met de BR483, waar ik even een leuke soundmod voor heb gedownload. Wij gaan eventjes een career scenario gaan rijden, dus een keertje wat nieuws. You have to add wear to your timetable today as you're under review. Drive from right pier ahead to shaking, making passenger stops at each station on the way. You will fail if you finish your passenger load late for any stop. Leave right at 15:49. Oké. Okay. Geen idee waarom ik dat trouwens deed. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. We mogen gewoon om 49 mogen we even vertrekken. Begin your journey. Complete passenger loading at... Nou ja, we moeten dus naar het volgende station ingaan. Dat is Rise Espand. Zo even uit mijn hoofd. Even kijken. We doen de verlichting even aan. Richting naar voren. En dan eventjes tractie geven. Als de remmen er vanaf zijn natuurlijk. Ho. Zo. Zo doen we dat natuurlijk. We mogen beginnen in deze pier. Voor mij is het een pier trouwens. We mogen alleen niet bijzonder snel hier. Maar ja, er zit zoals ik al zei een zandmat op. Die moet het een klein beetje aantrekkelijker maken in ieder geval. Ook al mag je hier niet bijzonder snel rijden. Ik wou zeggen, ga je dan serieus elke keer tractie blijven geven, maar dat valt gelukkig nog mee. Je kan ook nog in het passenger gedeelte zitten als je wil. Ziet er trouwens wel geinig uit, moet ik zeggen. Even kijken. Oh, dit is ook nog een kilometer per uur ook nog volgens mij. Of nee, dit is een miles per hour. Oké, dat valt nog gelukkig een beetje mee dan. Even te kijken hoe snel dat ding remt eigenlijk, maar dat valt nog op zich wel een klein beetje mee. Maar goed, we zijn dus vandaag zijn we on the review. Dat betekent dat wij ja, min of meer gecontroleerd worden op onze rijstijlen en dergelijke. Zo. Even de deur hier open. We zijn sowieso op tijd aangekomen. Moeten ze om 51 moesten we aankomen. Nou ja, we zijn eerder te vroeg. Wel leuk is, of wel jammer is, dat je de deuren zelf niet open ziet gaan vanuit de cab view. Maar ja, er zijn natuurlijk wel vrij oude treinen dit. Dus nou ja, je kunt op zich ook niet heel erg veel van verwachten, ben ik bang. Voor mij staan we nog in een bochtseal ook nog. Maar goed, het is een scenario van een half uurtje. En nou, ik hoop dat we straks nog wat sneller mogen rijden. Misschien dat we dan nog wel wat... wat beter van die soundmod kunnen horen. Maar goed, er zit dus een soundmod op. Dus ik hoop dat we straks nog iets van kunnen horen. Great start. Carry on to St. John's Road. Nou, dat is natuurlijk geen probleem voor ons. Alvast tractie eraf halen, zodat we niet te snel rijden strakjes. Maar dat gebeurt wel vrij snel, zoals je ziet. Zo, even de rem weer vanaf doen. We mogen straks 45 mijl per uur, dus dat is in ieder geval ietsje sneller dan dat we nu mogen. Het lijkt alsof het licht eigenlijk niet eens aanstaat. Maar ja, je ziet het volgens mij gewoon niet goed in de tunnel. Lijkt er wel op.
Maar goed, ja, het leek mij gewoon eens een keertje leuk om weer deze oude bak uit de kast te halen, om het zo te zeggen. Nou ja, en zoveel goed, zie je ook niet meer waar je 60 fps kunt kijken, hè. Dus even kijken. Oh, 100 fps, excuus. We hebben hier gewoon 100 fps, of 80 zelfs. Oh, mijn god, hé. Dat zul je niet veel meemaken, denk ik. Zo. Ja, we hebben hier 80 à 90 frames. Nou ja, nu is dat een vrij oude route natuurlijk. Dus dat zal wel daar allemaal mee te maken hebben. Ik wil zeggen, ga je nog op rood, vriend? Maar dat doet hij gelukkig wel. Maar zoals ik al zei, we zijn onder review in het scenario. Dus we worden goed en nauwlettend in de gaten gehouden. En dit is Ride St. Jonas Road. Plop. En volgens mij zijn we hier nog wel eens redelijk op tijd. Hoop ik. We zijn wel een paar seconden later dan die 23 aangekomen. Dus nou ja, wie weet. Dat hij ons niet de volledige bonus geeft die we verdienen. Wat de hel? Oh, er komt nog een andere aan. Ja, die scheurt en dat ietsje harder deze kant op. Well done so far. Complete your passenger stops at Smallbrook by 1575. Oh, we moeten daar een paar minuten stilstaan, zo te zien. Ja, zo zou ik ook kijken als ik zo'n trein zou besturen. Dat zal precies mijn uitdrukking ook zijn. Als ik echt een trein moest rijden, dat ik denk van, ja. Nou, draai die tractiekraan maar helemaal open dan. Ik was wel een beetje benieuwd wat de maximale snelheid van het apparaat eigenlijk is. Oh wauw, 100 frames, dit maak je nooit mee. Dit maak je nooit mee. Nee. Dit treintje best wel pit. Als we zo snel kunnen rijden in ieder geval. Stop, gekke trein. Ja, telt nog. Wel heel erg krap dit, maar it counts. Smallbrook Junction noem je dit. Oké. Het is ook een keer enkelspoor ook nog. Meer kun je er ook niet van verwachten natuurlijk, echt niet. You complete your passenger stop in time. Keep it up. Oké. Gaat dit ding zo snel, ja? Wauw. Dat is meer dan ik verwacht had. Horn. Oké. Wat is dit?
afblijven, denk ik. Knopjes. Even kijken, wat doen die knopjes? Helemaal niks. Nope, niks. Fall and reverse. Nou, dat spreekt voor zich. Train brake spreekt ook voor zich. Je hebt wel een 360 graden... Oh, hier zit al die muk dus. Nice. Scheur met die hap. Nee, ik wil niet. Ik wil zo'n drive-by hebben, alsjeblieft. Lekker in de bosjas. Jee! Zijn er niet stukken waar je nog sneller mag rijden dan dit? Dat is wel vet als je echt gewoon ontzettend snel mag rijden met twee. Kudung, kudung. Kudung, kudung. Ja, inderdaad. Dat zit er ook nog in. Pas op voor 40. Nou, zullen we doen. Nou, jippie-jay, we hebben straks 20 mijl per uur. Dat is uiteraard hetgeen waar we helemaal vrolijk van worden. Gaat nog een keer de bult af ook nog. Oké, ik denk dat ik zo'n beetje ophouden hier, rond 38%. Dat gaat wel goed, denk ik. Nou vragen wij even, hadden wij nou serieus onze tractie aan de zijkant van het spoor vandaan dan? Dat, je zou haast denken van wel toch, dat we onze tractie daar vandaan halen. Dus dat is de dingen die eroverheen gaan. Misschien halen we daar onze tractie vandaan. Oh ja. Pas op, 20. Oké. Maar we hoeven nog lang geen 20 te rijden. Dus ik hou nog even de snelheid aan. Gezien ik denk ook nog een keer aangeeft dat we te laat komen hier op het station. Dat wil ik helemaal niet hebben. Zo, dit is voldoende. Je wilt natuurlijk niet te veel afremmen, anders kom je hier nooit meer aan. We hadden nu op het station moeten zijn. Darn it! Af en toe maar eens proberen iets te. Ja, iets, heel iets sneller te rijden. Nou, ik hoop dat we hier nog wat van kunnen maken eigenlijk. Of wij moeten hier heel laat weg. Nee, we moesten hier eigenlijk al zijn op deze tijdstip, hè? Ik zou eerder zeggen dat we een beetje aan de late kant zijn nu. Nou, zometeen mogen we weer sneller rijden, dus dat scheelt. Even de rem er alvast vanaf halen. Oh, ik was wel een beetje vroeg met optrekken, of niet soms? Goed.
Laten we hem even flink tractie geven dan. Even wachten. Doorgaan. Want we hebben wel wat punten verloren namelijk met deze stop. Al weet ik niet hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Terwijl we, ja... We zitten gewoon wel heel strak op de tijden, dacht ik. Ik vraag me af of deze treintjes daar nog steeds rijden eigenlijk. Zullen die treintjes nog steeds hier rijden op deze keer van de route? Of beter gezegd, zal deze route überhaupt nog bestaan eigenlijk? Nou, zoals het nu nog naar uitziet, zijn we nog steeds op tijd. Nog wel heel wat aanmaken, zie ik. Ik snap ook niet waarom onze ETA-tijd de hele tijd blijft oplopen, terwijl we echt gewoon heel strak 45 mijl per uur rijden. Maar goed, maakt niet uit. We kijken wel even wat we kunnen en wat niet. Proberen natuurlijk. Oh, we gaan nu zo snel de bult op trouwens dat we zelfs snelheid verliezen momenteel. Hebben we nog geel trouwens? Kijken of we moeten bevestigen hier. Schijnbaar niet. Zo, 15. Niet langzamer, dat is niet nodig. Zo, 15. Strak jezelf nog 10. Ik weet niet waarom ze de 10 erin hebben gegooid, geen idee. Ja, hol maar, dat is ook weer niet nodig dit, hè. Ja, dames en heren, we moeten echt met 10 mijl per uur moeten we binnenrijden hier. Weet je wat ik doe? Ik kies gewoon geld van mijn eieren. En we remmen gewoon hier af, zodat we precies, bam, op 6, op 50 hier aankomen. Op de seconde bijna gelijk. Ik kon het haast niet beter doen, denk ik. Had wel gekund, maar... Daar had ik nog ietsje later moeten remmen, denk ik. Zo, haal even de rem ervan af. The passengers get off and on. Within the timetable, proceed to lake. Oké, dat doen we, geen probleem. Maar ja, we mogen nog niet super snel hier, dus. Zo, 10 mijl per uur. Het is echt verschrikkelijk, maar ze willen het graag. Je zit trouwens zo heel laag op het spoor, vind ik. Je zit echt gewoon met je smoel bijna op het spoor.
Dan zien we het bordje met de weer erop van whistle. Nee, dat is niet waar. Want whistle is natuurlijk fluiten. Ik heb geen idee wat dat weerbordje voor is eigenlijk. No! Rippunten. Rip 6 punten. Damn it. Nou ja. Ik zag die 11 staan. Ik dacht al van nee. Goed op naar Leek. Oftewel meer. Ik hoop dat er gewoon een meer is natuurlijk, hè? Dat weten jullie wel. Als er geen meer is, ben ik zo ontzettend teleurgesteld. Ik hoop überhaupt dat we nog tot die snelheid kunnen komen, gezien we nou helemaal naar boven heen moeten klimmen. Je ziet dat de route momenteel omhoog gaat. Hoe groot is deze route eigenlijk? Boah, je kan er wel twee verschillende kanten op, zie ik. Oh, maak het dan zo in één keer vaart, zie je. Moet je niet te veel vaart maken. Want dan komen we bij Leek aan namelijk. Zo. Netjes aan het einde van de perron. Alsof het gepland was. Je zou het daar wel zeggen. Goed, we mogen hier om 11 vertrekken. Dus we moeten even hier een klein minuutje stilstaan. En dan mogen we uiteraard weer verder. Zullen we eens eventjes hier gaan staan. Zo, beter. Als de deuren zo meteen dicht zijn, kunnen we naar ons laatste station. Even wacht even, dit is Leek, hè? Waar is het meer? Is dit dan het meer? Ik denk dat het water moet voorstellen, toch? Ja, ik denk dat dit water is. Oké, er is hier wel een meer, gelukkig. Anders had ik het wel heel erg gevonden. Wat zeg, waar is het spoor? Daar is het spoor. Ja, ik snap ook wel waarom ze het Leek noemen nu. Ploep. Zo. Dat is stikke mooi. Nou, voor enkele ogenblikken kunnen we even trekken naar ons laatste station. Ik zie nu trouwens ook dat er een bordje op staat, met, of een sticker op staat, verboden te roken. Geloof in zo'n kleine trein wil je niet eens roken. Stop complete. Final stop is Shanklin. Jij zegt het. Ah, oh, zelfs achterin zit nog een machinist. Dat is wel leuk. Ik weet niet waarom hij er zit, maar hij zit er nog eenmaal. Goed, Shanklin is over 99 miles. Is voor mij het kleinste uiteinde van de map zoals ik het zie. Klopt dat? Is het echt het uiteinde van de show task? Ja, is echt het uiteinde van de map. Waar komen wij vandaan dan? In dit stukje komen wij vandaan. Dit heb ik al nog niet gereden. Maar dat is ook mooi geweest. Wel even blijven letten op de snelheid. Pas met de snelheid natuurlijk. Ik wil niet nog meer punten verliezen graag. Kudung, kudung. Kudung, kudung.
Gelukkig remt dit ding redelijk snel af. Zo. Ietsje vaart maken. Ik wil wel precies 15 rijden als we hier binnen rijden namelijk. Goed. Einde van onze race. Ik ben benieuwd zo meteen naar onze review wat we krijgen. Als we deze mensen hebben uit laten stappen. Zo. Want ze zijn wel netjes op tijd namelijk. Oh. Zo zet je de ding zeg even aan en uit. Dus nu zet ik hem even uit. Oké, okay, nou nu staat hij dus uit. Dikke prima. Maar volgens mij hoor ik hem nog wel of niet? Nee, ik hoor hem niet. Maar ik moet ook echt melden dat ik er geen verschil in merk of hij nou aan of uit staat. Maar goed. Gaan er de lampjes aan branden aan de deur? Oh ja, de lampjes gaan branden aan de kant dat hij open staat. Dat is op zich best wel geinig eigenlijk. Dat had ik nog niet eens in de gaten. Dus, maar benieuwd of we goud hebben gehad, ja of nee. We zijn wel een paar punten verloren, dus ik ben benieuwd. Want ik speel je natuurlijk niet heel erg vaak een career scenario. Ik hoop dat het ook weinig... Er zijn heel weinig Nederlandse. Well done, you have completed the scenario by finishing your passenger stops in time. You have to show that you are there at the timetable. Your review is very impressed. Oké, okay, nou dat is fijn. En... ik zag de goud omhoog springen. Ook al kun je die onder niet zien. Ik zag de goud omhoog springen. Goed, dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze episode. Ik wel. Als jullie het ook hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Als Steven Boer staat laatste. Flying Scotsman en Firefox zijn sneller. Als je het een leuke episode vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Als Steven een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn episodes wil zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Dames en heren, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.